Welkom bij de Monetary Europe Valuta Update, waarbij we afgelopen week een week zagen in het teken stond van de Brexit chaos. Bij vooral het vertrek van Brexit-secretaris Dominic Raab pond flink naar beneden liet schieten. Ook zagen we eigenlijk voor het eerst in maanden twijfels bij Mario Draghi over de inflatieverwachtingen binnen de eurozone op de middellange termijn. Nou, deze week blijven we bij de Italianen en blijven we eigenlijk ook bij de onvermijdelijke Brexit, maar we beginnen met Italië. De EU is namelijk niet blij met Italië omdat ze hun budget hebben ingediend met een te groot tekort. Maar de Italianen, op hun beurt, zijn er weer niet tevreden met de afwezigheid van groei in pak een beetje het afgelopen decennium. En het feit dat ze het gevoel hebben dat ze anders behandeld worden dan een land als Frankrijk, dat bijna 10 jaar een te hoog begrotingstekort heeft gehad en niet is aangepakt door de EU. Nou, dat laat ook weer gelijk zien in wat voor lastig pakket de Europese Unie zit. Want aan de ene kant willen ze natuurlijk laten zien dat de regels omtrent het budget geen wassen neus zijn. Aan de andere kant willen ze ook de anti-EU sentimenten die er al zijn binnen Italië niet nog verder aanwakkeren. Nou, de conclusie die ik hier dan weer uittrek is dat de Europese Unie eigenlijk geen goed antwoord heeft klaarliggen op deze situatie. Nou, dat betekent dat de situatie waarschijnlijk nogal een tijdje blijft dooretteren, waardoor het nog wel een tijdje de euro naar beneden zou drukken. Dan blijven we op politiek gebied binnen Europa met de Brexit. Will May stay is de grote vraag binnen media. Maar eigenlijk is een belangrijke vraag, gaat de huidige Brexit deal door het parlement komen? Eigenlijk de positie van May is natuurlijk wel weer onlosmakelijk aan verbonden. Want zeg je Theresa May, dan zeg je eigenlijk de huidige Brexit deal die er nu ligt. En als zij wordt weggestemd, dan kan je er eigenlijk donder op zeggen dat de Brexit deal zoals die er nu ligt ook wordt weggestemd door het parlement. Nou, dit kan dan wel weer een koopkans zijn. Je moet wel stalen zenuw hebben. Maar toen Theresa May werd weggestemd in 1990, toen schoot pond ook eerst naar beneden, terwijl die daarna weer aansterkte. En eigenlijk is zo'n scenario misschien helemaal niet zo heel gek. Want op dit moment wordt Theresa May nou eenmaal niet gezien als een hele sterke leider. Het kabinet is erg verdeeld. Er ligt niet een heel duidelijk Brexit-plan op dit moment. Je zou denken, het kan alleen maar beter. Dus waarschijnlijk, als Theresa May weggaat, zien we initieel zwakte. Maar het kan een koopmoment zijn. Nou, ten slotte, ook interessant om te weten, is dat de correlatie tussen euro en sterling dicht bij het hoogste punt staat van een jaar. Dat is ook weer logisch, omdat wat er gebeurt met de Brexit uiteindelijk ook de rest van de Europese Unie aangaat. En dan nog even heel snel een stukje over data in de Verenigde Staten, namelijk de duurzame goederen, of eigenlijk de kapitaalgoederen, de cijfers die op woensdag uitkomen. Interessant om te kijken of die sterk zijn en of die stijgen, omdat dat aangeeft of de hoge earnings die we zien in de Verenigde Staten ook worden omgezet in investeringen. En die investeringen zijn eigenlijk wel nodig, want die zijn eigenlijk al een aantal jaren behoorlijk uitgesteld. Mochten we zien dat deze investeringen toenemen, dan is dit voor ons een sterk signaal dat het herstel, het economische herstel of de economische groei in de Verenigde Staten, dat al bijna 10 jaar aanhoudt, misschien nog wel een 11e en zelfs een 12e jaar in kan gaan. Goed, dat is natuurlijk een beetje koffiedik kijken en op de zaken vooruit lopen. Desondanks interessant om in de gaten te houden op woensdag. Bedankt voor het kijken naar de Monetary Valuta Update van deze week. Graag weer tot de volgende week.